Van de oude kapel is maar weinig bewaard gebleven. Hier achter mij ziet u in het donkere zand die lichte banen. Dat zijn de sporen van de kapel van het Sint-Juriëns gasthuis. Een leprozenhuis, een opvanghuis voor lepraleiders in de late middeleeuwen. Lepraleiders uit de stad die men niet meer in de stad wilde hebben, die werden hier opgevangen. En we wisten dat het gasthuis een kapel gehad moet hebben. Maar dat hij dan ook echt hier gelegen heeft, dat was een grote verrassing. Opmerkelijk genoeg is er naast de kapel slechts één graf gevonden. En dan ook nog aan de donkere noordzijde. Terwijl men vroeger vooral op het zuiden begroef. Ja, daar kun je een heleboel verhalen bij vertellen. Maar we gaan het skelet hebben we meegenomen. Dus dat ligt bij ons in de werkruimte. En dat gaan we onderzoeken om te kijken of het een man of een vrouw is. Of die wellicht of we aanwijzingen kunnen vinden of deze persoon ook echt lepra gehad heeft. Of dat het misschien iemand is die als reiziger langsgekomen is en hier toevallig overleden is en begraven is. Dat zou ook nog kunnen. Hele opmerkelijke vondsten zijn er niet gedaan. Het betreft vooral brokstukken van de oude kapel. Dit is een stukje van een raamtracering, zoals dat heet. En dat is eigenlijk de middenstijl van een venster, een gotisch venster. Waarbij je hier nog wat profilering ziet en hier een schuine afgekapte zijde. Dus we hebben een aantal meer van dit soort fragmentjes. En daar kunnen we een reconstructie van maken wat voor vensters er in die kapel gezeten hebben. Alle brokstukken bij elkaar geven de archeologen een goed beeld van de tijd waarin de kapel er gestaan heeft. Ja, de kapel, de eerste vermelding is 1391. En het gasthuis zelf is zo in 1346 gesticht. Dus, en we vermoeden op basis van de scherven die we nu gevonden hebben dat die kapel ook eind 16e eeuw uiteindelijk gesloopt is. En we kunnen daar op basis van wat we nu gevonden hebben ook een globale reconstructie maken van hoe het terrein eruit gezien moet hebben.